ja, het overkomt je. Je kunt er niks aan doen. Je hebt je maar in te passen in. Waarbij prostaatkanker nog een redelijk grote kans heeft op genezing. Dus dat ze daar wat aan kunnen doen. Maar ja, je hebt het maar te aanvaarden. En anderhalf jaar geleden hebben ze bij mij prostaatkanker ontdekt. Heel toevallig. Ja, toen ik de klap kreeg van de uroloog, ben ik een paar dagen heel erg stil geweest. Echt verwerken. En daarna ben ik gaan vechten. Van wat kan ik doen? Hoe ga ik ermee bezig? In Nederland hebben we eigenlijk voor alle soorten kanker een landelijke richtlijn. En daar staat dus in van bij prostaatkanker. In dat stadium, als het binnen het kapsel is, als het voldoet aan wat andere criteria, dan is het geschikt voor operatie, uitwendige bestraling of brachytherapie. Kan in principe alle drie, de genezingskans is ruwweg hetzelfde. De therapieën die, waar ik uit kon kiezen, was totale verwijdering van de prostaat, de brachytherapie en de uitwendige bestraling. De reden waarom ik voor brachy gekozen heb, is dat ik daar de minste kans maakte op incontinentie en impotentie. De andere beide ingrepen maakte ik veel meer kans. En ik ging ervan uit dat alle drie de therapieën de gelijke kans gaven dat de kanker bestreden werd. Ja, als ik dan kan kiezen, dan kies ik voor wat mij het best uitkomt. Dan denk ik toch aan een stukje van ja, prettig leven, wat wel belangrijk is. Bij prostaatkanker doen wij heel veel inwendige bestraling. Als het gezwel binnen het kapsel van de prostaat blijft. En dan plaatsen we kleine staafjes, jodiumzaadjes, die minder dan een halve centimeter lang zijn en minder dan een millimeter diameter. Die plaats je verdeeld in de hele prostaat en dat laat je verder de rest van het leven erin zitten. En dat is het grote verschil met uitwendige bestraling, waarbij je de bestraling natuurlijk van buitenaf het lichaam in laat gaan. Dat betekent dat je hoe dan ook meer weefsel beschadigt dan wanneer je de radioactiviteit, de straling, stopt in het orgaan waar je het hebben wilt. En dat is een hele elegante behandeling, want het betekent dat die patiënt één dag hier is. Dan worden die zaadjes geplaatst en aan het eind van de dag gaat de patiënt weer naar huis en de volgende dag kan hij weer ongeveer alles doen. Ik zag meer op tegen de ruggenprik, wat ik niet kende, dan de therapie zelf. Ik had zelf het gevoel van dat inbrengen van die jodiumzaadjes, nou ja, dat is een kwestie van dat duurt 2 uur. En daarna moet die verdoving uitwerken en daarna zie ik wel hoe het verder gaat. De operatie zelf zag ik niet zo tegenop. Nee. Als patiënt vind ik dat je je goed moet laten informeren en ook zelf eventueel op zoek moet gaan naar informatie over wat de mogelijkheden van behandeling zijn. Ik denk als ik te horen krijg dat mijn prostaatkanker verder uitzaait, dat ik dan verder ga zoeken van waar liggen al mijn mogelijkheden. Ik kan ook afwachten en het overkomt me. Je kunt ook informatie halen, ga vechten. Haal je informatie waar dan ook. Er is veel meer bekend dan je vaak in het ziekenhuis krijgt. De uroloog die bestrijdt de kanker. En ga er maar vanuit dat wat hij voorstelt, dat het best een reëel voorstel is. Maar de kans op bijwerkingen, die zijn voor mij als patiënt veel belangrijker dan voor hem. Hij kan zeggen, ja, u heeft pech gehad. En ik zeg, ja, ik wil dat die pech gehad factor zo klein mogelijk is. En daar wil ik voor kiezen.